Deze heerlijke zalmbereiding met room en mieriksportel is licht en fris van smaak. Het recept is bovendien makkelijk en klaar in minder dan 30 minuten. Voor deze bereiding hebt u vier diepgevroren Atlantische zalmhaasjes nodig. Maak eerst een mengeling op basis van olijfolie, fijngesnipperde platte peterselie en bieslook. Breng op smaak met peper en zout. Daarna bestrijkt u de zalmhaasjes met deze mengeling. Giet nu 1 deciliter visfond en een halve deciliter witte wijn in een brede pan met een beetje citroensap. Breng aan de kook en leg een rooster over de pan. Leg er de zalmhaasjes op en dek af. Laat de vis stomen gedurende een twintigtal minuten naar gelang de dikte van de stukken. Als de vis gaar is, haalt u het rooster weg en laat u het kookvocht nog wat langer koken. Na 1 minuut doet u er 20 centiliter zure room bij en 1 koffielepel myrikswortel. Laat nu nog 2 minuten verder inkoken terwijl u roert. Als de saus te dun is, bindt u ze met een beetje instant sausbinder. Doe er één eetlepel platte peterselie en één eetlepel bieslook bij. Kruid naar smaak met peper en zout en voeg eventueel nog een beetje citroensap toe. Voor de presentatie verdeelt u de zalmhaasjes en de saus over de borden. Geef er krielaardappelen bij en gestoofde prei.